Hi iedereen, sorry voor de heftige make-up look, maar ik heb net een ander filmpje opgenomen waarin ik deze look aan het maken ben. Dus als je benieuwd bent, moet je zeker even kijken. Over een paar dagen komt die look online. In dit filmpje wil ik graag jullie laten zien wat mijn beautyboeken zijn. Ik heb er namelijk een aantal. En ik heb ze al, denk ik, vanaf dat ik bij Douglas werkte, dus echt vanaf een jaar zo'n 16, 17. Toen kocht ik mijn eerste van Kevin O'Quinn. Dat is een visagist die helaas al is overleden. En sindsdien heb ik eigenlijk nog meer beautyboeken erbij gehad en gekocht. En ik weet dat jullie dat wel leuk vinden om te zien. Dus ik dacht, ik laat even mijn beautyboeken stash zien. Als eerste wil ik jullie een boek laten zien die ik nog heb van mijn opleiding. Van de HLO, Hoogleraar Tuinonderwijs. En die heet Human Anatomy and Physiology. Hele mond vol. En daar haal ik heel veel dingetjes uit voor mijn beauty science artikelen. Het is een heel dik boek. Ik heb hem moeten leren voor school. Er staat heel erg veel informatie in. En ik vind deze heel erg handig als bron voor ondersteuning van mijn artikelen. Nou, als tweede wil ik jullie de boeken laten zien die ik op heb gestuurd gekregen van Chanel en Dior. En dat zijn echt hele mooie, ja, mooie collectors itempjes. Dit zit bijvoorbeeld in een heel leuk hoesje. Het is niet echt een beautyboek te noemen omdat er heel veel informatie en tips en zo in staan van een bepaalde visagist. Maar het is gewoon een heel erg mooi boek met hele mooie plaatjes. En dat is altijd leuk om gewoon te hebben. Het zijn echt een beetje van die koffietafel boeken. Ook van Coco Bruce Shine. En hier staat trouwens wel leuke informatie in ook over hoe het boek tot stand is gekomen. Er zit een stickervelletje bij. Dit is van de Contrast de Chanel. En ik kan gewoon echt genieten van die mooie blaadjes die er in de boeken staan. Oh ja, deze is heel erg mooi, want het heeft ook nog van die dunne parelmoer bladzijden ertussen zitten. En even kijken, deze van Les Perles de Chanel. En deze is erg mooi. Deze is van Dior. Deze is heel erg groot. En het is een boek over Miss Dior. Oh ja, en aan de binnenkant van de deksel zat nog een mooie artwork van Dior. En in het boek zelf staan de plaatjes van Natalie Portman, die het nieuwe gezicht is van Miss Dior. En er staan gewoon hele mooie. Ja, dit zijn bijvoorbeeld de geurnoten die erin zitten. En ze vertellen een beetje het verhaal van hoe het tot stand is gekomen, het parfum. En waarom ze hebben gekozen voor Natalie Portman. En wat ze zeg maar met de geur willen laten zien. En wat een beetje de look en feel is van de geur. Dus heel erg mooi boek. Echt een collectors item. En ja, je zou kunnen zeggen dat het ook een beautyboek is. Verder heb ik natuurlijk ook functionele boekjes. Dit is het boek Parfum. Hier haal ik heel veel inspiratie uit en informatie. Voornamelijk ook als ik over een parfum ga schrijven, over de geurnoten. Hoe worden de sommige geuren gemaakt? Bijvoorbeeld, wat is enfleurage? En welke. Ja, het is gewoon heel veel informatie over oude parfumhuizen zoals Guerlain en Chanel. En er staat gewoon heel veel informatie in over de opbouw en de oorsprong van sommige parfumnoten. En dus als je echt een parfumliefhebber bent, dan is een parfumboekje erg leuk. Deze is heel oud, dus heb ik al vanaf dat ik een klein meisje was, toen ik nog mijn parfumminiatuurtjes spaarde. En tegenwoordig zijn er wel nieuwere boeken. Maar het is erg leuk als je van parfum houdt en het interessant vindt wat erin zit. En hoe een geur tot stand is gekomen, is het erg leuk om een parfum beautyboekje aan te schaffen. Nou, dit boek heeft een hele suggestieve titel. Dat heet Verwin Jezelf. Maar het is heel erg leuk, want er staan dus allemaal do-it-yourself receptjes in. Hoe je met natuurlijke producten lekkere beauty spulletjes kan maken. En ik heb bijvoorbeeld deze ook een keer gebruikt voor een artikel van mij. Dat is een tonic waar dan cranberry en thyme in zit voor een vette huid. En ik haal hier hele leuke receptjes uit. Een ander boek wat me laatst werd aangeraden door een Beauty Lab lezer was Grow Your Own Drugs. Nee, dat gaat niet over hoe je het beste je wietplantje in de tuin kan laten groeien. Dat gaat over deze jongen, die heet James Wong. Ik denk een half Chinese jongen en half Engels. In ieder geval, hij woont in Engeland. En hij heeft ook een tv-programma op tv. Dat heet ook gewoon Grow Your Own Drugs, dacht ik. Dat was eerst op de BBC. En ik geloof dat hij nou ook op de Nederlandse tv wordt uitgezonden. En dat is zo'n gaaf boek. Hij laat allerlei. Sowieso staat achterin staat een hele. Er staat alles zeg maar, over de kruiden die er in de natuur te vinden zijn en waar ze goed voor zijn. Dat zit allemaal achterin. En tussendoor heeft hij bijvoorbeeld allemaal leuke receptjes, gezichtsmasker. En dan vertelt hij er ook bij wat hij erin doet en waarom. En ik zag ook een keer een hele handige smoothie voor antikater smoothie, zeg maar. Dus dat komt altijd nog wel
een keertje van pas. Maar naast beauty gerelateerde receptjes heeft hij ook dingetjes als geheugen opkikker. Bij iets wat je kan maken bij verkoudheid en griep. Dus echt gewoon remedia en voor beauty als innerlijke gezondheid. En heel erg leuk. Hij heeft meerdere boeken, die James Wong. Ik wou eerst deze kopen om te kijken of het beviel. En ik denk dat ik ook wel eens andere boeken wil gaan aanschaffen. Het is gewoon heel erg interessant in natural beauty en hoe hij dat toepast. En het is gewoon leuk dat het ook een jongen is die daar zo geïnteresseerd in is. Dus dit vind ik echt een aanraaier. Nou, mijn allereerste liefde voor make-up is eigenlijk denk ik wel ontstaan. Echt voor de passie om het opmaken en zo. Door Kevin O'Quinn. Dat is een visagist die helaas al is overleden. Ik weet niet meer welk boek ik als eerste had, maar zo te zien was dat deze. Dat heet Making Faces. En daarin maakt hij beroemde en minder beroemde mensen maakt hij op. En je ziet ook bijvoorbeeld een mooie van voor. Bijvoorbeeld, zo zag de vrouw er eerst uit. En hij maakt gewoon een mooie supermodel van haar op deze foto. En ik vond dat zo mooi om te zien. Bijvoorbeeld deze vrouw. Hier ziet het zo uit. En dan maakt hij dit van haar. En ik vond het zo mooi om te zien wat hij met make-up kan. En bedoel, hij laat ook zien dat je helemaal geen plastische chirurgie nodig hebt om er mooi uit te kunnen zien. Hij kijkt gewoon goed naar een gezichtsstructuur. En hij haalt de mooie features, accentueert hij. En de minder mooie dingen, die camoufleert hij iets. En hij probeert nieuwe dingen uit. En hij laat mensen echt stralen. En daarom, toen ik dus deze boek aan het doorbladeren was, toen kreeg ik helemaal zin om zelf ook op te maken en dingetjes uit te proberen en zo. Dus door deze boeken ben ik zeg maar echt geïnteresseerd geraakt in beauty. En daarom wou ik natuurlijk ook een ander boek van hem kopen. Dat is Face Forward. Die is, vind ik eigenlijk net zo leuk. Hier maakt hij wel meer bekende mensen op. En die maakt hij dan op als andere bekende mensen. Bijvoorbeeld hier zie je Winona Ryder als Elizabeth Taylor. En hier zie je Gwyneth Paltrow, dus de actrice, als James Dean. En hier zie je Hilary Swank als Raquel Welch. En het is gewoon zo gaaf om te zien dat hij mensen echt een totaal andere look kan geven met die make-up. En het is gewoon, daarnaast staan er ook hele goede tips in en hoe je het beste make-up kan aanbrengen. En wat handig is bij jouw vorm, gezicht. En hij geeft hele goede tips. En de boeken van Kevin O'Quinn vind ik wel echt een van de betere visagie boeken die er bestaan. Deze heb ik gekregen van een vriend van mij. En dat gaat over het leven van Kevin O'Quinn nadat hij is overleden. Dit boek is gemaakt nadat hij dood is gegaan. Hij is overigens dood gegaan aan een hersentumor. En dit is gewoon meer een background informatie over Kevin O'Quinn zelf. Dus dit is echt voor de liefhebber zeg maar, van Kevin O'Quinn. En als je dus fan bent van hem, dan is dit boek ook heel erg leuk om te lezen. Als je een beetje een getinte huid hebt of Aziatisch bent zoals ik, dan is het ook leuk en heel interessant om boeken te hebben zoals deze. Dit is Asian Faces en dit is The Beauty of Color van Iman. En dit is mijn laatste boek die ik had aangeschaft. En Iman, dat is een donkere vrouw. En zij is de vrouw van David Bowie en ze is ook echt een topmodel geweest. En zij laat in haar boek allemaal bekende, maar ook minder bekende mensen zien die ze dan opmaakt. En ze geeft dan tips welke kleuren mooi zijn en gewoon hele leuke tips die gewoon niet heel moeilijk op te volgen zijn, zeg maar. Eigenlijk soms ook wel heel logisch, maar soms moet je het maar net even lezen. Het is niet voor per se voor hele donkere mensen. Het is ook voor Aziatische mensen en gewoon wat lichter getinte mensen. Bijvoorbeeld met een mediterraanse achtergrond. Maar als je dus een beetje een tintje hebt, dan is het zeker een heel leuk boek om te hebben. En je haalt er heel veel inspiratie uit. En het is sowieso leuk, ook als je bijvoorbeeld visagist bent en je wil meer ervaring opdoen met het opmaken van donkere mensen, dan is dit echt een heel erg mooi boek. Nou, Asian Faces, dat gaat voornamelijk over mensen uit Azië, dus Azië, maar ook India. En er staan hier hele gave looks in, gewoon hele opvallende. En, maar ook gewoon wat normalere. En heel vaak vinden Aziaten het lastig om hun ogen op te maken, omdat ze zeg maar geen ooglid of heel weinig ooglid hebben. En er wordt hier niet specifiek uitgelegd hoe dat dan moet. Maar door gewoon naar de foto's te kijken, haal je daar heel veel inspiratie uit. En denk ik dat het je uiteindelijk wel gewoon goed zal lukken. Er staan gewoon hele mooie, neutrale, everyday looks in op Aziatische meisjes. En ook gaan ze wat dieper in op bepaalde beauty routines. En hoe doe je je wenkbrauwen? Welke kwasten moet je gebruiken? Welke kwast doet wat?
gewoon heel de basics staan hierin. En gewoon heel veel inspiratie voor als je een Aziatisch gezicht hebt of Aziatische mensen wil opmaken. Nou, het laatste boek is toch wel echt een hele, hele vette. En die heet Makeup is Art. Die kocht ik op de IMATS in Londen. En hij is geschreven door Jana Ririnui en Lang Wing. En ik ken deze mensen niet. Maar ik zag het boek en ik dacht, oké, deze moet ik hebben. Want het is echt, ja, make-up is art. En dat is ook zo. Maar in dit boek laten ze inderdaad zien waar het nou echt allemaal om gaat. Ze laten hier hele extreme looks in zien. Dus dit is echt als je van experimenteren houdt van make-up. Of als het je gewoon boeit, zeg maar. Dus ze experimenteren hier met kleuren, met vormen, met allerlei nieuwe technieken. En als je, zeg maar, op zoek bent naar creativiteit of je wil heel graag spelen met make-up, dan is dit boek echt een aanrader. Want je haalt hier heel veel inspiratie uit. Zo. Dit zijn echt allemaal van die mooie, prachtige editorial foto's die echt in zo'n magazine kunnen. En het is gewoon echt een genot om naar te kijken en door te bladeren. Het is een best wel dik boek. En er staat eigenlijk niet heel veel informatie in. Het staat voornamelijk vol met foto's en het is echt een inspirationeel boek. Ik zal onderin deze video een lijst maken met de boeken allemaal op een rijtje en de schrijvers erbij. De meeste boeken heb ik gewoon gekocht via bol.com. Nou, deze heb ik dan via de IMATS en andere boeken heb ik weer cadeau gekregen. Maar je kan het ook eens proberen in zo'n hele grote boekenzaak, zoiets als Broesen. Maar ik denk dat het verstandiger is om ze gewoon via bol.com te bestellen of via Amazon. Waar ze vaak nog wel goedkoper zijn ook, maar dan moet je iets langer wachten op je bestelling. De meeste boeken zijn zo rond de 30, 40 euro. Dus ze zijn wel wat kostbaarder. Maar als je echt een liefhebber bent van beauty en make-up, dan is het zeker leuk om zo'n boek aan te schaffen. Of desnoods vraag je hem gewoon als cadeautje. Of voor Sinterklaas of voor Kerst. Omdat het wat duurdere dingen zijn. Maar goed, ik hoop dat jullie het leuk vonden om mijn beautyboekenstash te zien. En ik ben benieuwd naar de boeken die jullie hebben. En of jullie nog aanraders hebben voor mij. Tot de volgende video. Doeg! Het heet Human Anatomy en Physiology. Zo. Jezus. Maar er staan gewoon. Ja, dat kwam volgens mij omdat ik een Oprah-aflevering had gezien. Waarin hij die soccer moms. Oh, er komt iemand binnen. Hallo? Ik ben een filmpje aan het opnemen. Even stil.